Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag donderdag 21 april. Over om precies te zijn 2 uur is mijn tentamen. En ik ben al vanaf 8 uur opgestaan. En van 8 tot en met 11 heb ik echt alle hoofdstukken doorgenomen. Ik heb een proeftentamen gemaakt. En ik heb redelijk goed gescoord op een proeftentamen. Van de 40 vragen heb ik 28 vragen goed, 12 fouten gemaakt. Waarvan 4 vragen echt domme fouten waren. Ik moest gewoon echt logisch nadenken. En het was gewoon, ja, waarschijnlijk gewoon de zenuwen. Maar deze fouten mag ik dus absoluut niet maken op mijn tentamen. Dat zijn gewoon echt cruciale punten die ik ga mislopen als ik dat soort fouten ook op mijn tentamen ga maken. Dus ja, ik ben nu in de badkamer. Ik heb me zo net even gauw opgemaakt. Ik moet nog alleen mijn haar doen. Ik heb mijn haar trouwens nog steeds niet gewassen sinds Burna Boy. Vandaag is het donderdag. Ja, het is precies een week geleden dat ik naar de kapper ben geweest. Zo ziet mijn haar eruit na een week. Het is echt natuurlijk, het is heel vettig geworden. Ik had mijn haar ook één dag half up, half down. Was ook heel leuk. En ja, daarna heb ik eigenlijk gewoon met de staart gelopen of met een knot. En nu ga ik een knot doen, want ik denk dat de staart ook niet meer mooi gaat zijn. Ja, het is gewoon echt een vettige bedoeling. Ik heb gewoon geen... Ja, ik heb wel tijd gehad om mijn haar te wassen, maar ja, ik ga die tijd natuurlijk niet gebruiken daarvoor. Oh, ik ben zo warm. Ik heb volgens mij echt iets verkeerds aan. Maar ja, ik keek een beetje naar buiten en iedereen had een jas aan. Het is 16 graden, dat is echt niet zo warm. Dan heb ik gewoon een trainingspak van Cyrano aan. Weet je... Water met vet zet ik nu voor mijn haar. Want als ik gel gebruik, gaat mijn haar heel erg golven. En dat vind ik echt lelijk. En van vet golft mijn haar niet. Ja. Vanavond moet ik mijn haar echt gaan wassen. Het is echt op. Op de pop. Nou, ik heb... snel een ontbijtje voor mezelf gemaakt. Ik heb yoghurt met noten, cranberry en een Lipton green tea thee. Oké, ik ga gauw verder. Nou jongens, ik ben er helemaal klaar mee. Het is goed zo. Ik ga er ook niet meer naar kijken. Want ik voel dat die zenuwen beginnen te komen. En dat alles wat ik nu lees toch niet meer in mijn hoofd opslaat. Dus voor mij is het nu goed. Ik ga over een half uur de deur uit. Maar voordat ik de deur uit ga, heb ik gisteren een pakket ontvangen. Dus... nee, jongens. Hier zitten mijn nieuwe schoenen in. Oh, jongens. Het zijn Yeezy's geworden. Oh jongens! Oh, dit zijn ze geworden. Oh wauw, ze zijn zo pretty. Hey shit, ik heb echt make-up gebruikt. Heb ik mijn handen gewassen? Ja. Zo, dat zou echt wat zijn. Dat zou echt wat zijn. Maar jongens, kijk nou. Deze zijn het gewoon. En jullie weten dat ik ze gelijk ga aantrekken, toch? Zo gierig ben ik wel. Zo gierig ben ik wel. Maar laat me ze eerst passen. Oh ja, want je kan ze... al passen ze niet. Ik heb ze besteld via Restock. Als ze niet passen, kan je ze niet terugsturen. Gekocht is gekocht. Zonder terugruil. Boom. Hé. Hey. Die schoen is mesh. Dat wist ik niet. Kijk hier. Ik heb een zwarte sok aan. Hoezo is dit zo? Dat wist ik niet. Nu moet ik een witte sok gaan aandoen. Oké, dat is ook weer niet zo erg.
Laat me ze even passen hoor. Sowieso moet ik een witte sok aandoen met een witte schoen, maar... Ja, deze zit er veel beter. Is het zo? Ze zijn echt mooi. Ze zijn niet dezelfde als die van Cyrano. Deze zijn... Ja, ik weet niet wat van de... Met de zwarte sok zijn ze echt verschrikkelijk. Want je ziet gewoon dat hele ding, zeg maar. Dat wist ik echt niet. Maar goed, verder ben ik er heel blij mee. En ik ga ze gelijk aanhouden ook. Wow, al die tijd was het beeld hier veel beter. Nou, top. Ik ga nu een witte sok zoeken. Daarna moet ik mijn legitimatie bij de hand hebben. Mijn examenbevestiging inpakken. En dan gaan we richting Amsterdam. Oh my god, jongens, ik ben zo nerveus. Ik ben zo nerveus. Want als ik het niet haal, word ik gek. Maar ja, dat, je moet niet zo denken. Want ik ga het gewoon halen. Je moet niet zo denken. Nee, Kimberly, je moet niet zo denken. Want je gaat het gewoon halen. Want je bent gewoon Abbas. You got this, sis. You got this. Oké. Okay. Nou jongens, ik ben in de parkeergarage en nu voel ik dat ik gewoon zo zenuwachtig ben. Dat ik gewoon spontaan kauwgom heb gepakt. Dat begint te smakken als een ezel. Maar ik ben een half uur te vroeg. Ik heb super rustig gereden, want ik dacht van niemand gaat mij staande houden. Ik heb hier wel mijn... De vorige keer had ik mijn notitieboek niet bij me, maar deze keer wel. Dus ik ga nog eventjes... ik zei dat ik niet meer zou kijken daarna, maar ik ga het toch wel doen. Want ja, het kan geen kwaad om eventjes... het is zo... Ik heb een nieuwe kauwgom nodig. Deze kauwgom is oud. Wat is dit? Jullie dachten dat ik het uit het raam zou gooien, hè? Nee. Ik ben niet zo. Ik ben geen varken, hè? Ik stress! Wat helemaal nergens voor nodig is, maar goed. Mm-hmm. Nou, jongens, ik ben weer terug in de auto. Jeetje, mijn lip is droog. Oh, ik was zo gespannen. Maar ik heb er wel deze keer een beter gevoel over dan de eerste keer. En de eerste keer had ik het niet eens zo heel slecht gemaakt. Maar de vorige keer ging ik dingen lezen en alles. Ik kreeg gewoon een blackout en niet echt de helft van die toets was Spaans voor mij. Oh, ik ben zo zenuwachtig. Maar ik heb gewoon het gevoel dat ik deze keer wel gehad heb. Because hallo. Niemand heeft tijd om weer €150 te betalen. Maar goed, anyway. Oh ja, mijn telefoon moest uit. Ik ga eventjes Cyrano bellen. Om te vragen of hij een broodje wilt van Wally. Oh, wacht even. Examenverslag. Oh, examenverslag. Kijk, ik lees niet goed. Examenverslag. Voorlopig examenresultaat. Wacht even. U heeft zojuist uw examen alvast. Wacht even, ik krijg het heet. De vorige keer. Maar waarom zie ik dat dan niet? Oké. Dat is top. Oké, jongens. Vals alarm. Oh. Jeetje, mijn hart kan dit niet aan. Oké, ik ga even Cyrano bellen en vragen of hij ook een broodje wil. En daarna ga ik naar huis. En ga ik heel eventjes in mijn boek bepaalde punten kijken. Want er werd gevraagd hoeveel doden vallen er jaarlijks
hoeveel doden vallen er jaarlijks in huiselijk geweld? Ja, weet ik veel. Ik vond dat echt een gemene vraag. Want dat stond niet in mijn samenvatting. Nou jongens, ik ben weer thuis en ik ga lekker eten. Oh, ik heb er echt heel veel zin in. Dus heb ik... Oh, het is nog lekker warm. 1 kip saté voor meneer. Meneer, komt u uw brood halen? Meneer. Meneer. 1 kip saté, meneer. Meneer. Mijn heer. Hè? Huh? Dit is je werkoutfit? Tuurlijk. Mooi, boy. Ben je gebaat? Nee. Ben je gebaat? Jawel. Ik heb nog 1 voor je. Je hebt ook woensdag van me, toch? Tuurlijk niet, dat drink jij niet. Je bent healthy, Cyrano. Raar, je bent niet ongezond. Maar je hebt ook geen water van me gehaald. Tuurlijk niet. Dus water daar. Nou, dan gaan we, jongens. Maar laat even weten, jongens. Wat halen jullie daar? Die kip saté, die gaat gewoon kwijt. Dat weet ik. En vond ik ook... Die vind ik zelf echt heel lekker. Maar ik hou gewoon van gevarieerd eten. Niet altijd hetzelfde. Ik haal sowieso altijd 2 broodjes. Maar wat is jullie favoriete broodje van... Ja, Wale heet het toch? Wale. Wat is jullie favoriete broodje? Die kip saté. Tang to spang. Alsof ze het gewoon net van de barbecue hebben gehaald. Wat hebben we, kip saté? Bacalhau. Eigenlijk bacalhau als eerste eten. Nee, dit is. Ik begin altijd eerst met het lekkerste. Ja, ik niet. Maar vandaag wel, als ik vol zit, kan ik het parkeren. Dat bedoel ik. Met eigenlijk maar het lekkerste toch? Je eet toch ook altijd je patat en daarna je burger? Zo, jullie zien me niet goed volgens mij. Ik heb zo net lekker mijn broodje opgegeten. Ik heb nog ook een broodje voor mijn moeder, dus die ga ik voor haar brengen. En dan ga ik eindelijk naar mijn baby's. Oh, ik heb ze echt zo erg gemist. Maar goed, anyway. Ik ga nu richting moeders. En daarna ga ik lekker daar chillen. Volgens mij is mijn neef er ook. Oh, we zijn lekker naar buiten gegaan. Ik heb de kiddo's opgehaald en we gaan lekker naar de speeltuin. Weten jullie waar de speeltuin is? Goed zo. Wauw, nog een keer. 2 handen. Nog een hand. Ah. Wow. We hebben een spin gevonden, hoor. Oh nee. Nou, hij is veel sterker dan jullie denken, hoor. De wind is sterker dan deze flesje. Nou jongens, inmiddels is Cyrano ook klaar met werken. Ik heb Cyrano zo net opgehaald. We gaan
eventjes gauw boodschappen halen. Maar sinds mijn moeder airfryer heeft, wil ze de hele dag die airfryer aanmaken. Nou nee, mevrouw Perrault. Kinderen willen dat natuurlijk wel weer, maar ik heb er sowieso geen zin in. Dus ga ik nu naar de supermarkt om vlees en groenten te halen. Zodat mijn moeder dat voor ons gaat klaarmaken. Het is echt lief. Mijn moeder is echt iemand. Als je boodschappen voor haar brengt. Stel dat je tegen haar zegt van. Hé, tante, ik lust echt een dit. Of tante, ik lust echt een dat. Ze is nooit te beroerd om het voor je te maken. Dus ze zei, breng maar gewoon iets. Het maakt me niet uit. Dus ja, ik ga even kijken waar we zin in hebben. En dan ga ik. Dan blijf ik gewoon bij mijn moeder. Oh, leek alsof iemand uit het raam viel. Kijk. Nee, ik ben het er nog steeds niet mee eens dat mensen hun deken uit het raam doen. Ik weet niet. Ik vind het gewoon vies of zo. Omdat de buitenkant van je huis is toch vies. Waarom zet je je deken waar je op slaapt buiten? Wat ik wel begrijp is dat wanneer mensen zeg maar een balkon hebben of een tuin, dan zetten ze een wasrek en dan zetten ze het op een schone wasrek. Dat vind ik wel normaal. Of aan een waslijn. Hallo, meneer, kan je gordel dragen, meneer? Wat is dat gordel? Maar een oud geboel. Maar goed, anyway, we gaan eventjes gauw boodschappen halen. En daarna gaan we weer richting het moedertje. Oké, Genoa. Wij hebben allemaal wat gekregen, leuk! Oh, gedicht! Ja, jij pak zo je handjes open! Hey. Wat is dat? Dinosaurus. Het is mijn geur toch? Ik ruik het direct. Papa! Papa! Als kinderen met mij geur. Ja, meneer. Ja, ik heb het gezien. Ik had een mama. Leuk boekje. Maak open, ga je zien. Dat is leuker. En voor Noël en voor jou heb ik ook iets. Noël ook oog dicht. En wat voor ogen? Handjes open. Hallo. Ook dit pakzooi met varkensvlees. Dat is voor jullie samen. Heel erg bedankt. Ja, maar ik ben er twee geweest. Okay. Ik heb morgen proef. En voor oompie, ogen dicht, handjes open. Yay! Mama, kijk, ik heb dit gekocht. Ik was bij de A4 gaan kijken met de Nike. Schouderkarbonade en pakzooi. Oké, perfect toch? Mag we af? Hij heeft nog precies 3 pen. Ja. Maar ik heb, ik weet wel niks. Jij mag er één, want jij bent oud. En jij mag er één. Zeg maar, wat heb ik meenemen? Maar geef een kinderschok waar je geen diarree hebt. Dan blijft die zo. Nee, ik geef geen diarree. Nee, maar dan ga ik kinderen hebben pampers thuis, Phil? Ja. Moeten kopen. We hebben genoeg. Oké, dan ga ik zo. Nou jongens, ik ben inmiddels weer thuis en het is echt heel laat. Maar ik dacht, ik had natuurlijk nog boodschapjes gedaan met Cyrano en die hebben we in de auto gelaten. Ik had volgens mij ik had met opzet geen houdbare dingen gehaald. Want ik wist dat het in de kofferbak zou blijven. Ik 2 keer 4-pack lipbalm. Ook van die losse appelsapblikjes. Nog meer lipbalm. Nog meer appelsap op mijn krukje pakken, want dit gaat niet. Fristi. Chocomel. Van die tonijn in blik. Oh, de camera gaat uitvallen. En Philadelphia. Ik hou echt van die Philadelphia met bieslook en dan met een plakje gerookte zalm. Normaal haal ik dus altijd die mini blikjes Fanta. Maar nu hoe het wat warmer weer is, dan heb je gewoon meer doors. Dus die Fanta mini blikjes, ja, ik vind ze persoonlijk wel heel lekker. Maar voor Cyrano is het gewoon echt te weinig. Dus heb ik nu wat grotere blikjes gehaald. Dit is een 12 pack. Ja, deze hier zit dan volgens mij het dubbele in. Dus dat. En ik heb ook dubbel fris gehaald. Die blauwe. Ik vind die blauwe het lekkers. Eigenlijk hou ik helemaal niet zo van
dit soort sappen. Ik hou echt van die dubbeldrank. Maar in de zomer zijn deze, vind ik het wel lekker fris. Zo een dubbel fris. Dit is. Oh shit, dit moest wel in de koeling. Sujuk. Gelijk in de koelkast zitten. De rest komt van het kruidvat. Daar heb ik dit gehaald. Laatst hadden ze die kindereitjes, volgens mij, die kindersucrise eieren, teruggeroepen. Omdat er salmonella op teruggevonden was of zo. Echt erg, want Genoa heeft echt vaak kindersucrise gekregen. Maar ja, gelukkig kopen we dit vaker. Deze dan dus niet. Het ging dan dus alleen om die kindersucrise. Echt erg. Ik heb ook een eeltverwijderaar gehaald. Want die welke ik had was echt op gewoon. En mijn favoriete oorstaafjes. Dit zijn echt de beste tot nu toe. Ik hou echt van deze. Die wattenstaafjes en dan extra safe. En ik heb deze altijd op voorraad. Maar wanneer ik... Kruidvat heeft heel vaak een actie 2 plus 1 gratis. Dan haal ik gewoon altijd 3. Dat was dat. En ik heb nog ook 2 pakketjes van de Kruidvat. Het eerste pakketje kan ik gewoon zo openmaken. Oh ja, ik heb mijn favoriete zonnebrand in huis gehaald. Ik heb die van vorig jaar weggegooid. Dat doe ik elk jaar. Ik heb zonnecrème voor het gezicht gehaald. Deze haal ik altijd factor 50. En ook de zonnespray. Deze. Deze haal ik jaar 1 jaar uit. En in die andere doos ga ik jullie daar even voor meenemen. Oh gosh. Ik ben helemaal niet zo bang voor spinnen hoor. Maar het idee dat het op je komt en dat je... Oh yeah. Sommige mensen zijn zo bang voor spinnen. Dat ze gewoon letterlijk gek worden. En ik was vroeger echt dat kind... Dat ik echt gewoon spinnen op mijn handen had. Ik was echt geen bang kind. Ik had echt, ik verzamelde echt. Ik had echt zo'n plastic bak. Toen ik vroeger klein was. En dan ging ik echt naar het bos. En dan ging ik echt lieve heersbeestjes verzamelen. In Hengelo hadden wij zelf wandelende takken in het bos. Die ging ik ook verzamelen. Kevers. En dan kwam ik er echt mee thuis. En mijn moeder werd helemaal gek. Laat die dingen vrij. Ik weet nog zelf, dat was echt heel erg. Mijn buurjongetje had een baby eend gepakt. Hadden we meegenomen naar huis. Was zo erg. Gewoon hebben we een kind bij zijn moeder weggenomen, besef ik nu. En toen waren al die eendjes opeens weg. Had die moeder dat eendje in huis gelaten. Volgens mij voor een paar weken. En daarna, toen dat beest wat groter werd... Oh ja. Dat is niet zo spannend. Ik heb gewoon weer mijn standaard billendoekjes besteld 2 keer. Ik dacht dat er meer in zat. Maar dit is het. Nee, ik vind het helemaal goed zo. Ik ga mijn make-up van mijn gezicht halen. Dan ga ik douchen en over echt een paar uur moet ik alweer opstaan. Want mij is gevraagd of ik morgen om 8 uur wil beginnen in plaats van om 10 uur. Maar ja, mijn werk is ongeveer een uur reizen vanaf mijn huis. Dus dat betekent dat ik om 6 uur moet opstaan en het is nu al bijna 1 uur. Dus ik ga echt over een paar uurtjes al moeten opstaan. Maar gelukkig ben ik dan wel om 3 uur klaar. Dus dan kan ik
waarschijnlijk mijn nagels gaan doen. Maar goed, anyway, lieve mensen, bij deze ga ik de video afsluiten. Want ik ga lekker naar mijn kribben toe. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vond je de video leuk? Vergeet geen dikke blauwe duim omhoog achter te laten. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Dan hoop ik jullie graag te zien bij de volgende video.